voer je ook vaak dezelfde handelingen binnen Inventor uit, zoals het exporteren van je tekening naar een PDF of het afronden van je bemating in je tekening. Door gebruik te maken van de buttonizer van Cadix kun je veel tijd besparen. Met de buttonizer maak je namelijk eenvoudig knoppen aan voor in de ribben van Inventor. Deze knoppen fungeren als sneltoetsen binnen de CAD-software. Wil je een bepaalde handeling uitvoeren? Doe een klik op de betreffende knop en de handeling start vanzelf. Hier zie je een aantal voorbeeldknopjes die niet standaard in Inventor zitten, maar die gemaakt zijn met de buttonizer van Cadix. Ik laat er even twee zien. Print. Hiermee start je een printmenu om te printen naar verschillende printers of plotters. En het exporteren van een PDF. Precision. Hiermee kan je eenvoudig de afronding van je bemating aanpassen. Ik zet hem nu op 4 cijfers achter de komma en je ziet dat de waardes in de tekening veranderen. De knoppen voor de buttonizer worden gemaakt op basis van iLogic Rules en Forms. Heb je geen kennis van iLogic? Dat is geen enkel probleem. De applicatie bevat namelijk ook een aantal vooraf geprogrammeerde rules. Ook bieden wij een lijst met rules en forms aan die je kunt downloaden van onze website. Je hoeft dus niet zelf te kunnen programmeren. Heb je wel iLogic kennis, dan is het dus mogelijk om je eigen rules en forms toe te voegen aan de buttonizer. Naast rules en forms van iLogic kan de buttonizer tool ook files starten die gemaakt zijn in bijvoorbeeld vb.net of C#. Nadat de tool geïnstalleerd is, zie je bovenin in de ribbon Tool, een knop met een grote B erin, dat is de buttonizer. Hierin zie je de panels en de buttons. Als ik hier de Drawing Utilities uitklap, dan zie je het panel Drawing Utilities met daaronder een viertal knoppen. Klik je op een van de knoppen, dan krijg je te zien in welke ribbon deze zich bevindt, in dit geval de Drawing, en welke tab. En hiernaast kan je de button een naam geven en hier helemaal onderaan zie je de rule die in dit geval opgestart wordt. Een nieuwe knop is ook eenvoudig toe te voegen door met de rechter muisknop te klikken en te kiezen voor nieuw button. Ik ga nu een nieuwe rule toevoegen. Deze wil ik plaatsen bij dit panel Cadix. Onder de buttonizer knop zie je nog een uitklapmenu waarmee je snel naar de website van Cadix kunt om een rule te downloaden. Hier staat het linkje, lijst met rules en forms. En deze wil ik nu gaan gebruiken, de background toggle. Ik klik op download rule. Nu wordt er een tekstbestandje gedownload. Deze open ik. Het enige wat ik nu hoef doen is alle tekst die daarin staat te kopiëren. Dit is de code die ik nu ga gebruiken in een iLogic rule. Daarvoor start ik even een leeg part op. Anders dan kan ik de iLogic omgeving niet activeren. Nu zit ik in de iLogic omgeving en ik voeg een nieuwe rule toe. Deze noem ik background toggle. Ik sla hem op en kom nu in een leeg scherm. Hierin plak ik de net gekopieerde code. En vervolgens klik ik op Save. Close. Nu is de rule opgeslagen en kan ik het pad weer afsluiten. Nu ga ik naar de buttonizer. Zoek het juiste panel op. Rechter muisknop. Nieuwe knop. Deze noem ik achtergrond. Ik wil graag een grote knop. En hier, als ik op de X klik, kan ik nog een ander icoontje kiezen als knopachtergrond. Ik heb er al eentje gedownload. Ik kies deze.
formaat is verder niet belangrijk. De buttonizer past de knop zelf aan op de juiste grootte. Zie je dat hij hier verschijnt. En als laatste moet ik nog de juiste rule selecteren. Dus ik klik hier iLogic Rules. En in het uitklapmenu zal je zien dat de background toggle aanwezig is. Klik Apply en sluit vervolgens het schermpje af. Een herstart van Inventor is nu nodig, omdat de knop anders niet geladen kan worden. Nu Inventor weer opgestart is, start ik een leeg pad op, zodat we kunnen zien of de knop ook toegevoegd is. En inderdaad zie je nu hier bij het Carix panel de knop achtergrond. Nu gaan we nog even testen. Eén keer klikken en de achtergrond wordt wit. Nog een keer klikken en je bent weer terug in je oude situatie.